Ik was beveiliger, ik heette Luc en in het begin moesten we mensen fouilleren. Ik was ook beveiliging. Fouilleren was ook wel geinig, want toen moest ik alle vrouwen en Joost en Dwight alle mannen. Ik vond de musical wel leuk, vooral met de ouders, want ja, mijn microfoon zat niet goed en toen ging ze heel erg lachen. Ik vond het een hele leuke musical om te spelen en de dansjes waren ook heel erg leuk. Het was wel jammer dat ik in plaats van Double D geen F kon, maar dat past niet. Moet je vertellen over je rol? Ja, ik vond het wel leuk, want met de kindjes, de eerste keer was het wel grappig, heel keer altijd voetballen. Ben je begonnen? Ja, ouders die lachen ook meer om grapjes te halen en die snappen de kinderen niet. Het was leuk, de musical. Ik denk dat we vooral moeten vertellen van... Het is toch heel anders om voor zo'n volwassen publiek te spelen. Alleen was het omkleden heel vervelend, want tussen scène 10 en 11 hadden we maar 10 seconden bijvoorbeeld. Die lachen om meer dingen dan de kleine kindjes. Ja, ik moet vaak opkomen, maar dan moet ik niet zoveel zeggen. En ik ben Norma en ik ben een directeur en ik moet best wel vaak opkomen. En als ik opkom, moet ik heel veel zeggen. Dus bij de ouders was het nogal een knoeipartij. Maar vond ik het wel heel erg goed gaan. Ik ook. Ja, het zingen ging helemaal goed. Er werd wel veel gelachen om Lennart met zijn pruik. Dat kan me wel voorstellen met zo'n chef, weet je wel. Nou, ik vond het wel leuk. Ja, we hebben heel veel audities gedaan. Maar het ging eigenlijk al meteen goed. Hier werd ook om veel andere dingen gelachen dan bij die leerlingen toch? Ja, dat vond ik wel, ja, inderdaad. Want er waren heel veel dingen waar die mensen om lachten. Dat is ook ons verteld. En meneer Sam heeft gezegd dat er meer gelachen werd dan voor gezegd. Ja, het is zo leuk. Ja, er was heel veel oefenen. En op het laatste moesten we nog een decor maken. Ja, dat was niet zo heel veel weg. Decor was super mooi geworden. Ja, dus dat is goed leuk om te doen. Ja? Oh, oké. Okay. Eerst wou ik Make a Chance met Jules niet doen. Maar toen was er een repetitie en toen was Pieter nog een opaatje nodig. En toen mocht ik dat doen. Ik vond het wel een leuke musical met de audities en zo. Ik ben moeder. En ik heb gekozen om die rol omdat ik dat wou. Ik hou niet van musicals en daarom had ik een fijn stroom. Ik vond het wel een hele leuke rol, dat was wel een beetje mijn type. Het leukste van die musical is natuurlijk de afterparty. Of hoe je het dan ook moet zeggen. Ik vond het wel een hele leuke musical. En ze had ook veel grapjes in. Dat was ook wel grappig. En Kamp vond ik heel, heel leuk. Ik denk van Kamp voor musical. We hebben veel gelachen en lol gehad. Ik was bij de musical stewardess en een vliegangstcursus. Ik was beveiliging. Ik stond zelfs achter en moest ik alles in de gaten houden, terwijl ze eigenlijk op het podium was. Nou, vertel eens, wie was jij? Oh, ik was Lisa en ik was grondpersoneel, toch? Klopt. Ik zag al niet juist. Ging het goed? Ja. Goed zo. Ik vond wel dat jij raak zat, gezongen van allemaal. Doodstilte. Ja, 10 meter veel verder. Nou, ik speelde de directeur van het internationaal vliegveld. En ja. Ik ben piloot. Was. Waar moet je nou vertellen? Over de paashaas. Hij legt eieren. Paashaas. Dat doen ze kapietjes te godden. De paashaas die na. Welke rol hebben jullie gespeeld? Waarom? Dat moest. Nee, welke rol? Hij werd een stewardess. Pintjes. Nou, kom maar, niet zo lachen. Nee.
waren van de vliegangstcursus. Ja. Wat vonden jullie de beste school? Nou, ik vond die van de familie wel leuk. En ook die van het grondpersoneel. En Morten was heel goed en die ene voetbalspeler die was ook heel goed zo. Wat vonden jullie van de musical? Ik vond hem heel goed. Ik vond het een hele leuke muziek. Ik vond het een leuke muziek, leuk verhaal en het verveelde nooit. Wat ik zo leuk vond is dat ze sommige rollen zo goed aan mensen hadden gekoppeld. Dat je precies die mensen ziet waarvan ik denk, ja, dat die rol past bij ze. Dat is ook even genoten. En wat ik heel goed vond is het laatste liedje. Wat vond je van de muziek? Ik vond hem geweldig. Ik vond hem erg vrolijk, erg slim. Ik vond hem heel gezellig. En waar vond je van de rol vandaan? En wat waren de grappige momenten? Die grappige momenten, die waren er heel veel. En Jordi de vleugel al had gebroken met het vliegtuig. Ja. En dat Mikey een slappe lach kreeg, vond ik wel heel leuk eigenlijk. En wat vond jij van het verhaal? Was het een goed verhaal? Was het duidelijk? Ja, het was helemaal helder. Voor mij, voor jou ook? Dat was helemaal helder. Je weet, als het begint, weet je geen idee waar het naartoe gaat. En eigenlijk pas de tweede helft denk je, verrek, er zou iets kunnen gaan gebeuren. Maar dat heb je nog niet in de gaten, want je denkt dat het over de liefde gaat. En uiteindelijk gaat het daar ook wel over. Maar het gaat ook over het redden van de vliegtuig, dus dat is hartstikke leuk. En wat vonden jullie van de rol van jullie jochie? Ja. Die was wel op zijn lijf geschreven, denk ik, ja. Ja. Een beetje humor. Die grapjas. Heb je ook er veel mee kunnen lachen met bepaalde stukken? En als ik, ja, zeker. En als ik eerlijk ben, vond ik dat jij daar een hele leuke rol in had. Maar een heleboel kinderen. Wat vond je van de rol van je zoon? Jules, ik vond dat Jules goed zijn best deed. Hij was helder. Hij had een mooi pak aan. En ik vond dat hij ook samen met zijn andere mechanicien dat hij goed gedaan heeft. Ik vond de oma heel erg leuk, en zeker toen ze met de saxofoon kwam. En ik vond de lopende band heel leuk gevonden. En ik vond het gesprek van de piloot van Jordi met de verkeerstoren heel erg leuk. Mag ik beginnen? Wat vonden jullie van de musical? Hartstikke leuk. Ik vond hem echt geweldig. Ik heb er een paar horen zingen. Nou, ik vond hem echt super. Ik wil manager van die zangeres worden. En wat vond je een vrouw dan? Een vrouw. Ik vond die momenten ook leuk. En ik vond dat er goed gezongen was. Ja. En ik vond het ook grappig dat er uit de zaal, dat je uit de zaal ook een paar keer opgekomen. Maar vonden jullie het toch heel leuk om het te doen? Ja, heel leuk. Heel leuk. Ik vond één minpuntje, mag ik maar zeggen? Ja. Ik vond het koud. Had langer mogen duren. Ja, vond ik ook. Ja, vond ik ook. Oh. Van jullie dochter? Nou, moeder, wil jij het zeggen? Nee, ik zeg jij het niet. Wij vinden onze dochter, denk ik, namens jou spreken, een enorme top. De meest geweldige van allemaal. Oh, stop. Ja. Wil je dat alsjeblieft? Knap, leuk, fantastisch. Ik zeg even naar boven. Hè? Zelfs bij mijn moeder. Ik mag. En ik was zo nieuwsgierig wie die oma was, want ik had die jongen echt niet herkend. Nee? Nee, ik dacht, wie is dat toch? Is dat nou een meisje of een jongen? Nee. Vond je de kostuums allemaal mooi van de musical? Ja. Ik vond ze erg mooi. Goed bedacht dat jullie als stewardessen ook allemaal op elkaar leken, ongeveer hetzelfde aan hadden. Ja. En de make-up, was die mooi gemaakt? Ja, heel mooi. Complimenten voor degene die het gemaakt hebben. Nee, dat leek wel heel mooi uit. En merkten jullie de stukjes die fout gingen? Ja. Ja, dat vond je wel goed zien, ja. Ja. Van jullie maar het was goed opgelost, ja. En weet je wat mij opviel, is dat ook de jongens zo ontzettend goed meededen. Ja. Van de meisjes, daar geloof ik allemaal wel, maar van de jongens... Nou, we moesten ze heel ver, heel veel zeggen, ja, nu meedoen, anders gingen ze uit het raam hangen en alles. Ja, zoals wij en zo. En wat vonden jullie van Thomas? Kort maar krachtig. Ja, een hele snelle rom. Nou, wat vonden jullie van de musical? Welk musical? Trots, ik doe dat als ik een flauwe grap moet maken. Die flauwe grappen, moeder. Ik snap het niet. Hebben jullie ook veel gelachen om mij? Om jou? De meeste van jullie die waren dus eigenlijk verkleed dat ik toch wel even moest kijken wie was. Maar ik heb op veel van jullie wel moeten lachen.
de dingen, de kleren die hij aan had en zo, die heeft hij allemaal zelf gemaakt. Echt niet? Met strepen erop gedaan. Ja, nou. Ja. En nou ja, dat is voor een jongen is dat wel knap natuurlijk. Oh, van dit feest hier op de Noorden gaan is. Ook heel gezellig. Ja, voorlopig zijn wij nog niet weg. Dat is ook iets zeggen. Ik best wel een vrije dag gepakt. Vond je ook dat de kinderen hard genoeg praten? Ja, vandaar het duidelijk bij horen. Waren de dansjes leuk? Ja, heel leuk. Wat vond je van jullie zoon? Mijn zoon? Ja, die hebben vrienden. Zeg maar welke bedoel je? Dochter, heel goed. Ja, ook twee. Ja, jij bedoelt Steve. Ja, ja, nee, dat gaat heel goed. Ja, vond ik heel leuk. Je bedoelt de musical. Ja. Ja. En van het, konden jullie het verhaal goed begrijpen? Ja, ja, het verhaal was heel... Vond alleen jammer dat het zo snel afgelopen wordt. Ja, het was zo kort. Maar wat vonden jullie van de rol van jullie zoon? Dat is de directeur, hè? Dat was maar een mini-directeur. Ja. Oh, luister, jongens, jullie luisteren. Vonden jullie dat het in Korn wordt gespeeld dat van Bera Foot te zien was? Nou, was voor jou wel. Ben je leuk, zeg? Ik vond het een passend decor, maar ik vond het veel leuker dat jullie allemaal zo enthousiast meededen. Wat vonden jullie het leukste stuk van heel de musical? Toen ze begon te zingen in ieder geval, heb ik al de leuke stukjes. Ik vond het ook leuk dat Mikey eventjes zijn tekst kwijt was, of dat er zoiets gebeurt. Ik vond het leuk dat ik Joey zag in de musical. Hadden jullie veel verstaan van de musical zelf? Ja. Super. Ja. Wij hebben al 4 musicals gezien, hier op school, en dit was de beste. Tot dusver, die wij gezien hebben, vonden wij dit echt de beste. En wat vonden jullie van de musical in het heelal? In het heelal. Ik weet niet wat de marsmannetjes ervan vonden. Nee, maar gewoon. Wat vonden jullie van de musical? Van de musical? Ja. Het ging over vliegtuig. We hebben een dochter in de puberteit. Ze zeggen heel ver op moeten maken en heel lang weg. Take off. Ik moet je vragen naar het leukste stuk. Ja, wat is het leukste? Oma met de saxofoon. Wat vonden jullie het allerleukste moment in de spelen? Of de afsluiting. Nee. Nee, die kwam te snel. Het grappigste? Het grappigste vond ik, Pieter, als oma. Vond u dat de dochter een leuke rol had? Melissa. En Marit? Ik vond het een hele leuke rol. Ik heb er erg van genoten. Heel trots was ik erom. En vonden jullie het geluid en het licht ook goed? Het licht was heel mooi, vond ik. De muziek stond iets te zacht. De zang kwam er heel goed bovenuit. Ja, maar je moet ook de tekst goed verstaan. Ja, nee, maar dat was goed, dat was goed. Ben je niet te groot? Nee, ik was eigenlijk nog een maatje groter, alleen dat past toen niet. Ja. En ik vond het net zo spannend als Nieke. Ik was gisteren net zo zenuwachtig als zij. En straks gaat dit smink ook, hè? Heel leuk, dat doe ik het liefst. Jullie zijn net mijn schilderdoekjes. Wat vonden jullie van Lennart? Dat vonden we een geweldige jongen. Wat bedoel je in de musical? Ik vond hem een beetje oud. En wel heel veel borsthaar. Wat vond jij van de oma? Ik vond dat hij heel leuk speelde. Dat hij dat goed dulde. En ik vond hem als meisje nog mooier dan als jongen. Ik vond het een hele leuke musical. Ik heb er al 3 gezien. Nee, 4, 5. Ja. Hebben we er gezien. En ik vond het een van de leukste zelfs we gezien. Het was grappig, liep goed in elkaar over. Heel goed geluid, kon het goed verstaan. Heel goed. Leuke dansjes. Het is echt... Er zaten heel veel spontane dingetjes in. Ja. Iemand was zijn tekst vergeten en er werd gewoon heel leuk opgelost. En ik denk, nou, dat was heel mooi. Om niet aan te zetten.
ding aanzetten, maar even overleggen. Hoe ben je dat heel aanstaan? Nou, hoe vond je van? Ja, ik vond het redelijk. Redelijk? Nee, ik vond het gewoon slecht. Echt slecht. Te bestemmen toch? Ja, ik had veel meer verwacht. Ja. Toch jammer? Ja, heel jammer. Weer al die weken en moeite voor? Zoveel geoefend. Stop in je ziel en zo. Ja, ellende. Alles stop je erin en dan ga je terug. Ja, niks. Dat is eigenlijk al het hele jaar. Harder? Het harder, Arjan. En het kamp? Wil je van het kamp? Ja, dat mag niet, want het is de musical DVD. Oh, sorry. Het is streng een race. Streng race. En het feestje? Ja, dat is een feestje. Feestje is leuk, hè? Ja, een goed feestje. Jammer dat de kinderen er nog zijn. Toch? Jammer. Ja. Maar dan gaan we nu al naar huis, dus ik denk dat het nog wel echt leuk wordt. Ja, precies. En dan ga jij dansen, toch? Ja, wie weet. Dat is met de auto, dat zal niet. Ja. Nee, ze waren super. Ja, die waren fantastisch. Hartstikke goed. Echt top. Zelf zo'n leuke klas gehad. Met een talent, musical. Zeg ik. Absoluut talent. Zeker. Geen overvloed. Ja. Pieter zijn tietjes waren leuk. Ja, heerlijk. Ja. Volgens mij vond hij zelf het leukste, maar ja. Goed. Het is Lola Porsche in plaats van Lola Ferrari hebben we afgesproken. Oh, oké. Ja. En Sanne met de hoofdpijn. Ja, die heeft zich ook goed. Toch iedere musical erin geslagen. Knap hoor. Ja. Met natuurlijk ook wel een beetje doen. Om dan vlak voor de musical zo terecht te komen met de glijbaan. Ja. Hoort wel een beetje bij Sanne. Ja. Toch? En Lennart met zijn solo. Ja, dat is goed. Ja, die haren stonden leuk, hè? Ja. Veel beter. Ja. Ja. Leuke jongen. Net zijn vader, hè? Net zijn vader. Ja. Ja, daar heeft hij het van, hè? Talent. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, leuk. Nee, ze hebben het allemaal hartstikke goed gedaan. Ja. Super. Top. And...